12 mei is het dan dat moment waar wij dan de stongfoto van elk gezin. En dat is dan moeder, mama dan waarderen in het kader van Moederdag. Skin Cleanse, die heeft eerst de aftrap gedaan op weg naar Moederdag. En dat is dan een Moederdagviering bij het Fatima Oord. Want mevrouw Sima Jimmy daar, de motor achter Skin Cleanse, die doet haar voetreflexologie project ook hier. En is er toen aan haar ook gevraagd om wat te doen voor de inwonende moeders al hier. En dat is dan een toneelstuk geweest, de straat van vroeger. En verder ook nog lekker eten en drinken, een beetje dansen. En dat heeft ze dan allemaal met haar team gedaan in het kader van Moederdag. Wij voeren nu naar het volgende verslag vanuit het Fatima Oord. 7 mei 2024 heeft Skin Cleanse samen met het team, of met Sibajibi daar samen, iets nieuws gedaan. Wij hebben een toneelopvoering gedaan, die we geschreven hebben. Je weet het zelf, je kwam, ik zei je van ik heb dit en dit en dat. Kunnen we kijken, zullen we hiermee iets kunnen doen? En je zei gelijk ja, zie maar we kunnen. We hebben samen gebrainstormd erover. En vandaag is de presentatie geweest ervan. En wat? We hebben het zelf gemerkt. Hoeveel tijd heeft u hiervoor uitgetrokken? Alles bij elkaar hebben we, het voorgesprek en al die dingetjes. Maar toen we echt begonnen was ongeveer 3 weken tot een maand. Ja. Hebben we ermee aan gewerkt. Ja. Het is niet allemaal over een leien dakje gegaan, vertelde u me. Natuurlijk niet. Nee, het is niet over een leien dakje gegaan. Maar als je succes wilt boeken, heb je altijd hobbels. Want als je op de weg reed, is die weg ook nooit recht en glad. Toch? Je hebt kuilen, je hebt gaten, je hebt drempels, je hebt van alles en nog wat. Je hebt heuvels, je hebt bergen in het landschap. Dus je gaat door alles heen, maar op het eind zie je het mooie. En daar doen we voor en daar gaan we naartoe. Ja, en uiteindelijk tevreden met het eindproduct? Ik ben dik tevreden, meer dan tevreden. Want we hebben de reacties gezien, de gezichten gezien. En wat ik wilde zien, is dat de mensen moesten lachen. En dat heb ik gehad. En omdat ik dat heb, dan kan ik zeggen yes. Ik stond daar met de soundman en die soundman kon niet bijkomen. Hij kwam gewoon niet bij. Ik kon zijn werk ook niet goed doen, want ik kon niet staan meer. Wat zegt dat al? Ja. Toch? En dan hoef ik niet eens verder meer te kijken. Het was geweldig. In één woord geweldig. We hebben onszelf overtroffen, denk ik. Het mag een keertje aanstellerig zijn. Waartoe heeft dit u gemotiveerd? We gaan verder. Zoals het team al zei, we brengen dit verder. We gaan verder met ons toneelstuk. En ik denk dat het een yes is, een grote yes, ook van mijn kant uit nu, om verder te gaan met het stuk. Ja. Om het verder uit te werken. Ja. Wat bedoelt u met verder uit te werken? Het wordt een beetje langer. Het toneelstuk was in feite geschreven voor ongeveer 2,5 uur. Maar de groep die wij vandaag hadden, konden we niet 2,5 uur boeien. Dus we hebben het gebracht naar een uurtje. En in het uurtje denk ik dat we zoveel hebben kunnen laten zien en de mensen zo blij hebben kunnen maken en zo enthousiast hebben gemaakt. En wij zelf zijn zo enthousiast geworden. Dus wij gaan verder om het toneelstuk tot 2,5 uur te brengen. Ja. U vertelde ons in het voorgesprek dat ook zelf de toneelspelers op een bepaald moment niet verder wilden. Ze twijfelden. Dat klopt. Ik kreeg een spraakbericht opgestuurd. Kwasi, je moet het eerst zien, hè. Je komt door ziekenbezoek vanuit Nikeri. En halverwege krijg je een spraakbericht. Mevrouw Sima, zoekt u een andere groep? Wij stoppen. Dus het was like, wat moet ik nu? En ik was, Sim, rust. We hebben al gesproken, we zijn al zo ver. We gaan gewoon verder. We moeten gewoon even zitten. Even rustig, diep inademen en uitademen. Verder gaan praten en dat ben ik gaan doen. Ik heb rustig met de mensen gesproken en je ziet het vandaag. Je ziet het, zij zelf zijn trots en wij zijn trots op wat we hebben kunnen presenteren. Ik heb begrepen dat ze vooral trots zijn omdat de gemeenschap hun kent van hun tsunami toneelstukken. Maar het is volgens mij voor hun de eerste keer, zoals u dat ook zei, tijdens uw speech voor de bewoners van het Fatima Oord, dat ze een stuk hebben opgevoerd in Nederlands en Sranatongo. Dat klopt helemaal. Is voor het eerst. Ze zijn heel sterk in het Hunnestaans, het Surinaamse, Surinaam. Dus in het Hunnestaans gedeelte zijn ze heel sterk.
En dat zijn ze ook meteen. Natakgroepen die Doda en Friends is bekend. Het is een bekende naam in de samenleving. Het zegt wat. Men komt ervoor. Ze hebben volle zalen die ze trekken. Ze zijn niet alleen in Suriname bekend, ze zijn ook in Nederland bekend. Maar het Nederlands en het Surinaams, dus het Neger-Engels, dat hadden ze nog nooit gedaan. Dus dat was even een drempel, om het zo te zeggen. Het is een drempel, een hobbel. Begrijp ik ook. Hoe ga ik nou grappig zijn? Hoe moet ik dat doen? In het Hindustaans ben ik grappig, ja, ik kan het. Maar het is mijn moedertaal, dat doe ik, dat praat ik. En hoe ga ik het nou in een andere taal brengen? Maar het kan als we samenwerken en gewoon doorzetten. En dat hebben we vandaag gezien. Het kan en dat hebben ze ook gezien. Zij zijn ook trots op zichzelf. En de keuze voor het Fatima-oord? Het zijn er zoveel andere bejaarde instellingen. Waarom het Fatima-oord? Het Fatima-oord heeft me in december jongsleden benaderd. Om te kijken of ik dus ook hier voetreflexbehandelingen zou kunnen doen. Dus zo ben ik hier binnengekomen. En eenmaal hier binnen... Men weet dat als ik bij een instelling bezig ben, dan werk ik dan ook verder daaruit. En dan gaan we daar verder. En dan proberen we van hieruit te kijken wat we nog meer kunnen betekenen voor de instelling zelf en voor de bewoners zelf. Want de bewoners een leuke dag bezorgen is ook leuk, toch? Het heeft ze ook allemaal blij gemaakt. Het is weer iets anders. Want het was een paar weken naar uitkijken naar zoiets, want er komt iets, weet je wel. En nu, de dag was er en ze hebben genoten. En ik denk dat ze nog een paar dagen, nog een tijd... nog kunnen nadenken, nog erover zullen hebben. En we hebben ze ook een corsage opgespeld. Een corsage die we zelf hebben geknutseld. Die gaan ze bewaren. En elke keer als ze het zien, krijgen ze een smile. En daar doe je het voor. En daar gaan we voor. En dit is allemaal in het kader van de moederdagviering. Ja, wat zegt u aan deze moeders? Ja, die hier zijn in het Fatima-oord. Maar ook aan alle andere moeders? Aan iedereen zeg ik van een fijne moederdag in. Maar moeder zijn houdt nooit op, wat ik net ook zei. Houdt nooit op. Mag niet oud, hoe oud of hoe groot de kinderen zijn geworden. Als je eenmaal een mama bent, ben je voor je hele leven, voor de rest van je leven mama. Al zijn deze bewoners al ouder. Ze zijn senioren burgers. Ze hebben een bepaalde, een gezegende leeftijd bereikt. Maar ze blijven mama. Ze blijven mama. En mama zijn is niet alleen voor een vrouw weggelegd. Ook vaders zijn mama. En ook moeders zijn papa. Want dat ben ik. Ik ben alleenstaande mama al heel lang. Zo. En ik heb altijd voor mijn kinderen klaargestaan. Ik sta nog steeds. Ik help waar ik kan en wat. Al zijn ze groot. Al zijn ze niet eenmaal 24 uur bij jou. Maar je blijft mama. En je blijft papa. Toch? Dus de boodschap is. Je gaat niet alles perfect kunnen doen. Zoals jij dat zo graag zou willen. Maar als je dat klein beetje. Een stipje hebt bereikt, heb je toch veel bereikt. Want dat stipje wordt steeds groter. Begrijp je? En dan komt het vanzelf. Ga niet schreeuwen, ga niet vechten, ga niet huilen. En geef nooit op. Geef nooit op. Er zijn heel veel mooie momenten, maar er zijn ook min momenten. Die je soms afvraagt van, doe ik het hiervoor? Is dit het? Wij maken dat ook mee. Ieder mens maakt zoiets mee. Maar het zijn leermomenten. En leer eruit. Groei eruit. Maar ga geen gekke dingen doen. Ga geen verwijten maken. Ga niet schreeuwen. Ga niet gillen. Doe niets verkeerds. Licht komt. Weet één ding. De zon gaat elke dag naar beneden. En hij komt weer elke dag weer op. Denk daaraan. En het komt altijd wel goed. Hoe is het project financieel gedragen? Door mij, door Skinlens, door de groep en door een aantal donoren. Sowieso een hele grote donor, dat is meneer Eersteling Ahama. Ik ga u ook vragen. Het is een hele grote donor geweest. Dankzij hem hebben we een hele mooie podium sound en dat heel gebeuren gehad. Dus dat is geweldig. En daarnaast de groep zelf, die het heeft bijgedragen zoals altijd. En we hebben Warren Felicia. Die heeft ons alle waterflessen gegeven voor de bewoners hier. En zij heeft er lekkere warung op. Ik ga een beetje reclame maken. Op blauwgrond. Nee, dankzij haar is er altijd ook bij. Altijd, altijd, altijd. Warung Felicia van blauwgrond. Als ze moet alleen maar horen. En ze staat erbij om ons te helpen. En voor de rest is het de inzet van het team. Mevrouw Barrington, wat vond u van deze optreden van mevrouw Sima Jimidar en haar toneelgroep? Leuk, heel fantastisch.
We zijn een beetje teruggegaan in onze jeugd, vooral ik. Want deze dingen zie je niet meer. De jeugd kent het niet, mijn zoon kent het niet. Maar het is leuk om de senioren terug te brengen in de tijd van hun, wat ze kunnen herkennen enzovoort. Het was leuk. Ja, wat was bijvoorbeeld herkenbaar voor u? Bij haar rennen achter die wiel nou, met een stok en nog draaien met die dingen. Nee, het was echt dingen. Smiddags praten bij elkaar, in de middag, weet je, wanneer je alles hebt gedaan. Dan zit je moeder samen met de kinderen te babbelen, de buurvrouw. Dus die dingen mis je. We zien elkaar niet als buren tegenwoordig. En heeft u dit bij u in de straat gekend? Ja, zeer zeker. Ik kom uit het district en we hebben het zeker gehad. Uit het district? Komen we weinig. Oké, okay. En het was toen zo in de straat daar? Ja, ja, ja. Als u van Maaienburg komt, moet u het niet vragen. Dan hebt u het zeker gekend en zeker gehad. Ja, maar dat het allemaal weg is? Ja, dus, weet je, we hebben het druk. Iedereen, of je maakt carrière, of je hebt twee banen, we zien elkaar niet. Dus ja, we missen het wel. Wat zou die samenleving hieruit kunnen leren? Dat ondanks onze drukke periode en drukke leven, dat we toch een beetje tijd voor elkaar maken. Dat missen we. De sociaal controle is helemaal weggevallen. Misschien als we dat erbij halen, dan zal het toch een beetje beter gaan. En de bewoners hebben volgens u dit gewaardeerd? Ja, zeker. Ze hebben genoten. U hebt het gemerkt. Ze hebben zeker genoten. Gebeurt dit wel eens vaker voor hun? Ja, in de zin van, ze wonen hier, het is hun huis. En wij proberen als personeel ze altijd een beetje terug te brengen. Toch? We gaan uit, we feesten, want het moet niet zo zijn dat ze zittend oud worden. Toch? Ze kunnen toch leuk oud worden en dat proberen we echt na te bootsen. Oud worden met activiteiten voor hun? Met activiteiten. Want het is niet leuk als je de hele dag voor je raam zit, dan kan je thuis zijn gebleven. Dus daarvoor zijn wij als zorgverlener om het zo leuk te maken. En als zorgmanager, wat zijn de verantwoordelijkheden die je op je schouders draagt? Ik moet zorgen dat de zorg naar behoren geboden wordt. En dat niet alleen voor de bewoners, maar ik moet ook zorgen dat mijn personeel het ook naar behoren krijgt. In de zin van, ze moeten het leuk vinden om aan het werk te komen. En we hebben het bestuur, we hebben mijn directie. Wij zorgen allemaal ervoor dat we proberen, laten we dat zeggen, om toch iedereen tegemoet te komen. De bewoners, mijn team en ik, want het is een team. Het is niet dat ik zorgmanager ben en zij daar. We zijn een team wanneer we aan het werk zijn. En we proberen het zo leuk mogelijk te maken voor de bewoners. En zit het ook als een uitdaging bij jullie, die brain drain? Ja, het is een uitdaging. Want ja, als je bijvoorbeeld zorg moet bieden met 4 man, zit je zorg te bieden met 3. En je moet het doen naar behoren. Maar we kunnen het niet helpen, die branding gaat er zijn. Omdat iedereen op zoek is naar iets beter. Dat kan je niet helpen. Maar degenen die blijven, we doen ons best om de zorg naar behoren te bieden. Dit is in het kader van Moederdag. Wat zegt u aan de inwonende moeders hier, maar ook aan uw team, maar ook de moeders daarbuiten? Zo, moeders, we hebben het zwaar, vooral tegenwoordig. Maar we weten dat we moeders zijn. En degene die hun moeder kan waarderen, waardeert haar. Nou, want zij is degene die elke dag moet opstaan en zeggen van oké, ik moet ervoor zorgen dat mijn kinderen 3 maal 's dags eten krijgen. Hoe ze het gaat doen, wat ze het vandaar gaat halen, dat weet zij alleen. Dus aan alle moeders wens ik toch een leuke moederdag toe, in welke hoedanigheid dan ook. Wat maakte u vroeger boos van uw eigen moeder, maar heeft u nu wel leren waarderen? Ja, ze wachten tot mijn vrienden er zijn om me te zeggen, ga vaat wassen. Nee, maar ik waardeer het. Toch? Door haar te doen, sta ik ook als moeder. En ik kan nu zien wat zij al die tijd heeft meegemaakt. Ja, zeer zeker. Dank u wel. En ook aan u voor straks een hele fijne moederdag toegewenst. Ja, dank u.